24 verschillende dierenvoeren binnen 24 uur. Ik ga de onmogelijke uitdaging aan en ga vandaag op zoek naar 24 verschillende dieren. Van schattige viervoeters tot mijn grootste nachtmerries. En alles daartussenin. Lukt het mij om ze allemaal te voeren? Goedemorgen allemaal. Mijn wekker stond vandaag om 5 uur. Maar we hebben echt geen seconde te verliezen, dus daarom ben ik zo vroeg opgestaan. Eén voordeel, ik denk dat het eerste dier dat we gaan voeren heel erg dichtbij is. Ben benieuwd of ze al wakker is. Ach, hallo. Vind jij het een beetje vroeg nog? Ja, hè? Ik hoop dat jij een beetje honger hebt, mevrouw. Hier heb ik de brokken van Paco. Dan zet ik het altijd hier neer. Zo. En dan doen we altijd hetzelfde. Zit. En een? Ja, een high five. Heel goed. Oké. Terwijl Paco van haar extra vroeg ontbijtje geniet, heb ik eventjes 2 vragen aan jou. Allereerst, ik vind het superleuk dat je kijkt. En ik zou het heel tof vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. En ik wil in de reacties een spel gaan doen. Laat een naam achter van een huisdier dat je hebt of een huisdier dat je hebt gehad. Dan ga ik proberen te raden welk dier het was. En dan moet je vervolgens natuurlijk wel even laten weten of ik het goed had. Paco is inmiddels uitgegeven. Eten en ligt alweer lekker te slapen bijna. We hebben dus 1 dier gehad, maar we moeten er nog 23. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Maar ik heb nog 1 dier nu al geregeld dat ik eten mag geven. En die woont hier verderop in de straat. Dus laten we even op bezoek gaan. Oh, ik ben echt aan het slaapwandelen hier. We zijn in ieder geval onderweg naar Frits. En Frits is een wel heel lief dier. Frits heeft hele grote oren en een hele zachte vacht. Dus jullie gaan het zo zien. Allereerst hebben we hier Olly. Maar Olly, ik kom niet voor jou, eerlijk gezegd. Dit is Frits. Ik heb begrepen dat dit de favoriete snoepjes zijn van Frits. Kijk eens, Fritsie. Oh. Eet smakelijk. Je bent dier nummer 2, het konijn. Ja, die valt heel erg in de smaak. Tot zover de dingen die ik had geregeld. Nu ben ik heel erg afhankelijk van Instagram, want ik heb gisteren een oproepje geplaatst. Deze wel te verstaan. Met de vraag of ik bij mensen dieren mag komen eten geven. Nou, ik heb net al even gespiekt en ik heb een aantal hele goede berichten gekregen. En we gaan gelijk naar een supergoeie locatie, want ik ben welkom bij Zoo Park Overloon. En volgens mij hebben ze daar echt hele vette dieren. Dus ik zou zeggen, we hebben geen seconde te verliezen. Het is nog niet licht, maar we kunnen maar onderweg zijn, toch? Dus op naar de auto. Het is 8:30 in de ochtend en ik ben helemaal aan de andere kant van Nederland. Ik ben zo benieuwd welke dieren ik mag gaan voeren. Ik heb namelijk geen idee. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, want wie weet wordt het heel erg spannend. Oh, ze hebben hier tijgers. Oh. En dit zou ook wel fantastisch zijn, een giraf. Zo, ik loop inmiddels in het park samen met Koen. En jij werkt hier, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn op weg naar de keuken, want je mag natuurlijk niet zomaar dieren in een dierentuin eten gaan geven. Dat is niet de bedoeling. Maar er wordt vandaag voor mij een uitzondering gemaakt. Dat is super aardig. Dus laten we even kijken of we wat lekkers kunnen gaan klaarmaken voor een aantal dieren hier. Kijk, je ziet hier al wat vis liggen. En in deze ruimte liggen alle verse producten voor de dieren. Kijk, en hier staan allerlei soorten brokken, waaronder muesli. Dat vind ik wel heel erg grappig, maar dit eten de zwijnen blijkbaar. Maar ook hier de kangeroekorrel, hè? Heerlijk, ik hou ervan. Kijk, en hier hebben we de groente- en fruitafdeling met allerlei verse producten. Dus we gaan even iets lekkers maken. Nou, ik heb een boldercar vol met heerlijke dingen, dus laten we de eerste dieren hier gaan eten geven. We zijn bij dier nummer 3 aangekomen die we gaan voeren en dat is de pelikaan. Nou, ik zie hier al een aantal zwemmen. Volgens mij hebben ze honger, want ze komen ineens allemaal naar de voederplek toe. Ik hoop alleen dat ik het goed doe natuurlijk. Ik heb even mijn handschoenen aangetrokken en ik heb hier een flinke emmer met vis. Het is behoorlijk veel, dus laten we kijken of ze honger hebben. Daar gaat hij. Vang hem maar. Oeh. In 1 keer raak. Nou, dat ging echt heel snel. Hapslok weg. Jongens, wie heeft er nog meer honger? Ik heb vis. Ik heb nog maar 1 klant tot nu toe. Alsjeblieft. Jongens, pak hem. Nou, ik heb vollere zalen getrokken. De pelikaan hebben we gehad. Laten we heel snel doorgaan naar apen. Best spannend. We gaan nu echt het verblijf in. En het zijn de doodshoofdaapjes. Het zijn geen mega-apen. Ze zijn ongeveer zo groot. Ik heb hier in ieder geval een heerlijk fruithapje. Ik krijg er zelf ook wel trek van, eerlijk gezegd. Maar het is niet voor mij. Ik ga het nu in het verblijf een beetje verspreiden. Een beetje hier. Een beetje daar. Beetje daar. Oh, oh, daar zijn ze. Oeh, ze zijn inmiddels binnen. Ik sta gewoon tussen de apen nu. Oeh, ik vind ze wel heel schattig. Heerlijk, jongens.
Zo, de doodshoofdaapjes die hebben te eten. Ze zijn nu allemaal heerlijk aan het smikkelen. Maar de luiaard die hier is, die heeft volgens mij ook erg veel honger. Dus laten we daar nu heen gaan. Dat wordt dier nummer 5. Oké, de luiaard is gevonden. Moet je eens kijken. Hij zit daar in de ton. Best wel hoog, dus ik moet even een trappetje gaan pakken. Hij heeft een vriend gemaakt, zo te zien. En de luiaard is een echte planteneter, dus dit is zijn maaltijd. Goedemorgen. Oh, het tongetje gaat er al uit. Even een flinke gaap. Het is nog vroeg, ik weet het. Het is ook voor mij vroeg. Maar we moeten 24 dieren voeren. Beginnen we hiermee. Kijk eens. Is dit goed? Nee, die is niet goedgekeurd. Dan gaan we voor een stukje courgette. Is het lekker? Volgens mij wel, hè? Dit is echt mijn lievelingsdier. Fantastisch. Nou, die is op. Ik ga even nog wat geven. Een stukje wortel. Dat valt vast in de smaak. Kijk eens. Ja. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Nog een stukje wortel. En dan is het wel even goed, hè? Ik snap dat je luiaard heet, maar je hoeft niet heel de video in beslag te nemen, toch? Ik laat jou lekker eten. Over het volgende dier heb ik heel veel nachtmerries gehad. We zijn namelijk bij de piranha's. Gelukkig staat er vis op het menu vandaag. Nou, daar gaat hij. Oké, ik hoop dat ze honger hebben. Oh, kijk gelijk. Meteen. Kijk dan. Oeh, wat is dat? We hebben per ongeluk 2 vliegen in 1 klap, want de brilkaaiman die nam ook een hapje. Dat is dus dier nummer 7. Ik heb hier weer een heerlijke vismaaltijd, want het is tijd om de otter te voeren. Ze eten niet alleen vis, soms ook andere vleesdingen. Maar voor nu ga ik dus dit aan ze geven. Ja. Lijkt Thomas wel die honger heeft. Ik voel me een beetje moeder-overste. Nou, daar gaat hij. Dat is 1, 2, en jullie, die. Doen we er ook nog een paar in het water. Ze moeten er wel iets voor doen. En pak hem maar. En pak hem. En jullie nog. Ja, zo. Ze zijn gelijk een stuk stiller. En dat is dus met Thomas ook. Zo, en we zijn bij het volgende dier beland, namelijk de ringstaartmakies. Bij maki moet ik eigenlijk vooral aan sushi denken tegenwoordig. Ik denk niet dat ze dat eten trouwens. Dat gaan we zo zien. Moet je kijken, deze zijn zo leuk. Wat een prachtige staart hebben die, zeg. En wie ben jij? Ben jij ook gezellig hier? Nou, volgens mij hebben ze er zin in, want iedereen gaat ineens daar naartoe. Nou, ik heb hier een heerlijke maaltijd. Zo te zien hebben ze heel erg veel honger. Maar ik ga het leuk buiten geven. Ik vind het best wel een beetje spannend. Maar kijk, ik heb hier een stukje paprika. Oeh. Oké. Okay. Er zit er 1 op mijn schouder. Hallo. Oké, ja, alsjeblieft. Oh, nog meer. Het is wel heel gezellig zo. Nee, dat is niet lekker. Ik pak wel iets anders. Jullie zijn kieskeurig, ik merk het al. Alsjeblieft. Die is lekker, hè? Ik hoop niet dat ze poepen. Oh, mijn hand wordt gewoon vastgepakt. Ik voel ze aan alle kanten aan me zitten. Hier nog eentje. Ze hebben allemaal hun eigen favoriet, maar niemand wil sla. Maar dat herken ik wel, want daar heb ik eigenlijk ook nooit zin in. Jij? Nee, zie je? Oeh, liet jij een boertje? Lekker in mijn gezicht. Ik denk dat ik de bak ga neerzetten of dat ik het eten een beetje ga verspreiden. En dat jullie het zelf maar even mogen gaan opeten, want het lijkt nu meer een restaurant hier. Ga maar weer de wijde wereld in. Ja, goed zo. En hop, spring maar. Fantastisch. Ik voel me net Caesar Milan, maar dan voor deze dieren. Ik heb hier een paar stevige handschoenen, want je ziet hier misschien al achter me. We gaan de gier eten geven. Dat is natuurlijk een roofvogel, dus ik vind het wel een beetje spannend. Kijk dan, wat een mega grote vogel. Wel heel mooi. Oh, ik vind het echt heel erg spannend. Maar weet je wat? Ik ben een vink. Dat is een gier. We zijn familie. Dit moet goed gaan komen. En dat is dan dier nummer 10. Ik heb hier een stuk vlees. Dus ik ga naar binnen en dan gaan we het zien. Oh, ik vind het echt wel spannend hoor. Oh nee. Oh, die vleugels zijn zo groot. Ik vind deze het meest eng. Dus ik geef... Oh, dat was zo eng. Kijk, jij bent braaf. Goed zo. Oké, ik ga hier weer weg. Oké, ik vond het iets te spannend. Ik stel voor dat we daarom even naar een wat rustiger, liever dier gaan. Laten we even gaan kijken. Ach, hallo. Dit is fantastisch. Kijk dan. Ach, een baby giraf. En hier is mama. Ja, hallo. Nou, er wordt eventjes flink wat geloosd. We gaan natuurlijk iets van eten geven. Er moet even ruimte gemaakt worden. Ja, ik heb het over jou, dat klopt. Het jonkie is 6 weken oud. Het is een meisje en ze heet Nomi. Super schattig. Laten we kijken of we wat eten kunnen geven. Ik ben inmiddels net zo lang als de giraf zelf. Ik sta namelijk op een trap met hier overheerlijke brokken. Dus laten we kijken of ze nog wat meer honger heeft. Nou, daar gaat hij. Heerlijk is het volgens mij. Nou, en de kleine die staat daarachter nog. Want die drinkt eigenlijk alleen nog maar moedermelk nu. Maar dit valt heel erg in de smaak gelukkig. Ik neem gewoon iets plat op mijn hand. Ja. Oh. Ik
Ik vind het zo bijzonder. Weet je wat, ik gooi de rest van de brokken gewoon in de bakken. Beetje erbij. Zo. Eet smakelijk nog. Oké, ik mag nog één dier eten geven hier. En ik denk dat dit wel echt het hoogtepunt wordt van mijn bezoek hier. Ik sta namelijk nu bij het verblijf van de tijgers. Ik mag Zaria te eten gaan geven. En normaal gesproken eet ze eigenlijk altijd buiten. Maar dan hebben we kans dat ze haar eten op een plek gaat opeten waar we het niet goed kunnen zien. Dus voor deze keer mag ik Zaria binnen eten geven. Als het goed is, is ze hier ergens. Oeh, ik hoor al iets. Oh, daar ben je. Jeetje. Ik ben zo zenuwachtig dat zelfs die handschoen niet meer wil lukken. Wat erg. Oh, dat is echt een mega stuk vlees. Ik ga die nu hier in dit verblijf leggen. En ik hoop dat de deur goed op slot zit. Anders heb ik een meet and greet met Zaria. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik leg het gewoon hier neer. Ik vind het heel spannend, maar ik ga nu het luik open doen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Het is even zoeken volgens mij waar het is. Ja. Ik vind het wel heel erg bijzonder om te zien van zo dichtbij. Volgens mij hebben we het heel erg goed gedaan. Maar ik vind het niet heel erg om hier weer weg te gaan. Wauw, dit was echt zo leuk. Ik wist niet precies wat ik moest verwachten en hoeveel dieren ik hier mocht voeren. Geen tijd te verliezen, ik ga weer naar de auto. Oké, ik ben aan het rijden en ik zie net langs de weg een aantal paarden staan. En er zijn mensen bij. Dus ik ben gewoon even teruggereden en ik ga het gewoon vragen. Misschien mag ik de paarden iets van eten geven. We kunnen het altijd proberen. Nou, ik heb het eventjes gevraagd en het mag gewoon. Kijk, dankjewel. Wel. Ook nog een wilde panda hier. Daar in de verte zie je de paarden al staan. Nou, daar zijn de dames. Oh, kijk. Nou, dat gaat er als koek in, zo te zien. Zo. Hey, jij ook? Nou, dit is top. Het is niet zo heel erg veel, maar zo te zien hebben jullie ook nog een hele bak vol. Fijne dag nog, dames. Dat was eventjes mooi meegenomen. Weer een dier erbij. En ik heb ook een bericht gehad van een alpaca-boerderij. Dat is alleen nog wel een half uur rijden vanaf hier. Dus ik zou zeggen, daar gaan we heel snel heen. En ik heb er helemaal zin in alpaca's voeren. Dus, let's go. Oké, ik rijd net weer langs iets anders. Het is een soort van natuurgebied hier. Wat ik zie, ezels. Nou, dat zou ook wel leuk zijn. Ik ga het gewoon weer vragen. Het ging net zo makkelijk. Nou, misschien mag het. Je weet het nooit. Oké, het is heel gek. Er staan hier allemaal auto's, maar er lijkt niemand te zijn. Er doet ook niemand open. Dus ik denk dat het niet doorgaat hier. Ik wil natuurlijk wel toestemming vragen of het mag. Dus dan rijden we maar door. Ik ben al steeds onderweg naar de alpaca-boerderij, maar ik zie ineens langs de weg fantastische zwijnen. En er was net hier een meneer aan het werk en ik heb even gevraagd of ik ze mag voeren. En dat mag. Hij is nu in de verte daarachter voer aan het halen. En kijk, hier zie je ze al een beetje. Ze zitten lekker te vroeten in de aarde. Terwijl het voer wordt gehaald, wil ik jou eventjes vragen om te kijken of je al geabonneerd bent op mijn kanaal. We hebben onlangs de 1,1 miljoen abonnees gehaald. Super bedankt daarvoor. Maar hoe vet zou het zijn als ze gewoon naar de 1,2 miljoen gaan? Dus druk eventjes op die zwarte knop onder de video en dan wil ik je alvast heel erg bedanken. Nou, en daar komt hier onze held. Hij is helemaal voer gaan halen, maar hij heeft het volgens mij. Nou, super. En wat eten ze? Deze heerlijke wortels nu. Ik moet dus even een stukje hier door de blubber lopen. Je moet er wat voor over hebben natuurlijk. Oh jongens, waarom heb ik ook witte schoenen aangedaan? Dit is echt de domste keuze ooit. Nou jongens, kijk, eet smakelijk. Kijk, die heeft hem al gepakt. En jij ook natuurlijk, hè? Volgens mij is het lekker, hè? Eet smakelijk. En hier hebben we dwerggeitjes. Hallo. Nou, we gaan even met de kudde naar een leuke voederplek. Oh, ze weten de weg al. Zie je dat? Ik ga proberen om de wortel op het dak te leggen, want dan gaan de geiten erop klimmen. Kijk. Oh nee, net niet. Ja. Daar komt de eerste klant. Ga maar. Ja, goed zo. Neem hem maar hoor. Zo schattig. Pak jij hem maar. Is deze niet lekker genoeg voor jou? Ja, toch wel hè. Kijk. Nou, dit is helemaal top joh. Deze valt supergoed in de smaak. Hebben we gewoon weer een dier erbij. Nou, ik zou het liefst echt heel de dag hier blijven. Maar we hebben nog heel veel dieren te gaan. Dus ik ga jullie weer verlaten jongens. Het was heel erg gezellig. Tot de volgende keer. Oh, nou, we klimmen het hek weer over. En dan gaan we nu echt naar de alpaca's. Kom. Alpaca Farm Vorstenbos. Nou, hebben we het toch nog bereikt, ondanks wat vertraging door een aantal andere dieren. Maar we zijn er. Oh, hallo jongens. Nou, dit is leuk. Jij bent helemaal verbaasd, lijkt wel, of niet? Stopt gelijk met eten. Ik ben het echt. Nou, ik heb hier een heerlijke emmer met bietenpul. Hebben jullie er zin in? Ja, hè, volgens mij wel. Mm. Oh, ja, ja, ja. Ze zijn een beetje ongeduldig. Nou, dat gaat er makkelijk in, zo te zien. Oh ja, jij hebt ook nog honger. Sorry, sorry, sorry. Jullie hebben ook nog andere vrienden hier, dus die krijgen ook wat. Ja. Nee, 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 nee. Hé, hé, hé. Heb jij geen manieren? Nou, deze nog even jullie. Kijk eens. Jullie doen ook echt alles samen, lijkt wel. Een soort duo zijn jullie. Zo is het echt wel eventjes genoeg. Wat me ineens opvalt, ik zie hier ook katten rondlopen. En die hebben we natuurlijk nog helemaal niet gehad. Dus ik ga even vragen of ik die ook mag voeren. Oh, ik krijg Guus meteen hier in mijn armen. Guus, ik ben alleen heel erg allergisch voor jou. We houden het wel een beetje kort als je het goed vindt. Het eten is onderweg trouwens. Kijk eens, Guus. Oh.
dat is lekker. Nou, nog een stukje. Oeh, dat was mijn vinger. Oké. Ik ga jou weer neerzetten, want anders dan hebben we straks geen video meer. Top! Nou, dit waren dier 16 en nummer 17. Jongens, mag ik jullie voorstellen aan Mega Mindy? Ik had je iets blonder verwacht, dat wel. Maar je haar zit goed. Dat is iets wat zeker is. Ik heb alleen in deze hand, Mega Mindy, lekkere stukjes paprika. Volgens mij loopt Mega Mindy vast. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Oh, kijk! Ja, heb ik ook wel eens, hè. Een beetje opstartproblemen. Zeker de eerste maaltijd van de dag is soms wat lastiger. Dat zie je hier ook terug. Nou, dat gaat er goed in, hoor. Nou, en ik sta inmiddels alweer in een kippenren, joh. Het moet niet gekker worden. Hey, dames. Ik heb hier hele lekkere meelwormen. Wie lust ze niet? Kijk, alsjeblieft. Hier uit de bak. Vers uit de bak. Nou, fantastisch. Dit gaat ook weer helemaal top, joh. Hey, dames. Ik zou zeggen, geniet van de wormen. En ja, ik wil zeggen, we mailen. Maar dat snapt niemand, die grap. Oké. Ja. Nou, ik ben weer onderweg naar de sensatie bij de kippen. Maar het belooft nu helemaal spannend te gaan worden. Want ik ben onderweg naar Reptielenhuis De Aarde. Daar heb ik namelijk een berichtje van gekregen dat ik wel langs mag komen om te helpen met voeren. Nou, bij een reptielenhuis moet ik niet meteen aan mijn lievelingsdieren denken, eerlijk gezegd. Dus ik vrees het ergste. Ik hoop dat ik dit allemaal ga durven. Ik weet niet wat ik ga doen. Wat in ieder geval wel heel erg goed is, is dat we al 19 dieren hebben gehad. Maar we zijn er nog niet. Nog 5 dieren te gaan. Nou, volgens mij zijn we er. Ik zie hier namelijk al een heel bijzonder object staan. Dat belooft veel goeds. Laten we binnen even kijken. Nou, en ik ben binnen, hoor. En wow, ik ben helemaal onder de indruk wat ik hier allemaal zie. Maar het eerste wat me opviel, dat zijn deze schildpadden hierachter. Moet je eens kijken, wat zijn die groot, zeg. Hebben jullie misschien honger? Volgens mij wel, hè? Nou, weet je wat? Dan ga ik daar gewoon allereerst een maaltijd voor maken. Ik ben benieuwd wat ze eten. Er staat hier een hele groentetafel klaar op mij te wachten. Dus ik begin gelijk maar even met snijden. Deze schildpadden die eten blijkbaar onder andere paprika. Ik geef ze groot gelijk, dat vind ik zelf ook lekker. En wat witlof. En nog wat andijvie. Ik heb hier een heerlijke salade eigenlijk gemaakt. Het ziet er gewoon super lekker uit. Hallo jongens, ik kom eventjes jullie eten brengen als jullie dat goed vinden. Oh ja, ze staan al op. Waar willen jullie dat ik het zet? Zal ik het gewoon maar hier zetten? Is dat goed? Lekker hè. Nou, ik voel hier nog best snel voor schildpadden. Nou, een gezellig theekransje zo met z'n allen. Zal ik ook anders een klein stukje nemen? Mag dat jongens? Zo. Heerlijk. En zoals je ziet zijn ze super groot. Deze soort staat in de top 10 van grootste schildpadden. Deze weegt al 80 kilo. Dan zijn we bijna even zwaar. Nou, ik laat jullie lekker eten. Oké, nu vind ik het wel een beetje spannend worden. Want ik sta hier bij de boa constrictor, oftewel een slang. En het schijnt dat hij behoorlijk honger heeft. Dus ik ga hem zo meteen maar wat eten geven. Maar dat doe ik natuurlijk met een handschoen aan. Dat is wel zo veilig. Oh, dit was echt heel heftig. Oh, die was snel. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Oeh, ach, echt, mijn hart zit helemaal in mijn keel. Maar ik vond het echt super vet. Oh, heel bijzonder. Hij zit nu ook helemaal in de, ja, in de wurghouding eigenlijk. Nou, ik voel me nu helemaal officieel Freek Vink in plaats van Vonk. Nou, het wordt steeds spannender voor mijn gevoel. Want ik sta nu bij de breed voorhoofdkrokodil. En we gaan kijken of hij ook wil eten. Ziet er wel echt super vet uit, zeg. Hij zit nu nog heel erg stil. Maar dat gaat zometeen misschien veranderen. Het enige kleine detail dat ik jullie nog niet heb verteld, is dat ik nu naar binnen ga. Ja, dit wordt wat. Voor de veiligheid heb ik uiteraard een grabstick vast, zodat ik het eten op een veilige afstand kan gaan geven. Maar toch, jongens, ik vind het spannend. Ik ga nu naar binnen. Oh, hij beweegt al. Ik strek mijn arm zo ver mogelijk uit. Wil die eten of niet? Nou, zo te zien heeft hij geen honger. Nou, dat is toch wel een beetje jammer dat hij niet wilde eten. Maar ja, dat is eenmaal de natuur. In het wild komt het voor dat ze maar 1 keer per jaar eten, bijvoorbeeld. Dus het is helemaal niet gek dat het nu gebeurt. Maar ja, dat betekent helaas niet nog een dier gevoerd. Laten we hopen dat deze baardagaan wel honger heeft. Ja, ik vind het weer een bijzondere ervaring dat ik ineens hier bij aan tafel zit. Maar het is tijd om te eten. Dus ik heb hier een heerlijke sprinkhaan. Laten we kijken. Hij ziet hem al wel. Ja! Gelukt. Nou, eet smakelijk. Je bent alleen nog 1 pootje vergeten, zie ik. Die zal ik wel even aangeven, hè. Dat doen we er gewoon bij. Service van de zaak. Pak hem maar. Nee? Ik snap het wel, hoor. Ik at mijn korstjes vroeger ook nooit op van mijn boterham. Dat is denk ik een beetje hetzelfde als dit. We gaan meteen door, want hier is de watervaraan. En die eet alles wat los en vast zit in de natuur. Dus waarschijnlijk heeft hij honger. Je zit er al helemaal klaar voor, hè? Ik ga hem maar eten geven. Ik vind het wel weer een beetje spannend. Daar gaan we.
Gelukt. Nou, het is al weg. Eet nog sneller dan ik, joh. Ik heb hem gevonden, hoor. Dier nummer 24. En het is een hele bijzondere kikker, namelijk een stierkikker. Ik heb nog nooit zo'n grote kikker gezien. En hij dankt zijn naam aan het feit dat hij zo dominant is dat hij andere kikkers aan de kant beukt. Maar ik hoop dat hij daarom ook wel heel erg veel honger heeft. Dan is de challenge namelijk eindelijk gelukt. Nou, er staat sprinkhaan op het menu, dus ik hoop dat Jabba, want zo heet hij, honger heeft. Laten we kijken. Yes! Ik ben nog nooit zo blij geweest dat een kikker heeft gegeten. Het is gewoon gelukt. Goed gedaan, Jabba. Ik wil je eigenlijk een high five geven, maar laten we dat maar even niet doen. Ik ben nog steeds verbaasd hoe goed dit ging vandaag. Ik wil daarom gelijk even een shout-out doen naar alle plekken waar ik vandaag welkom was. Ik zal iedereen eventjes in de beschrijving linken, mocht je je afvragen waar ik precies ben geweest. Heb je er nog zin in nog een video, dan heb ik heel erg goed nieuws. Ik heb 12 jaar aan video's online staan. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld deze ook echt heel erg leuk gaat vinden, dus klik lekker door. Vond je het leuk? Geef natuurlijk nog eventjes dat duimpje en ik zie je volgende week donderdag met een hele nieuwe video. Doei doei!